De Hazessoap, want nadat een openhartige Roxanne Hazes over haar trauma's vertelde in het programma Beste Zangers, reageerde moeder Rachel gepikeerd. En nu verbreekt André Hazes zelfs zijn mediastilte om zijn moeder bij te staan en zijn zus nog een laatste veeg uit de pan te geven. Nou, voordat je het spoor echt helemaal bijster bent, hebben we de historie en hysterie van de familie even op een rijtje gezet. Na de dood van André Hazes senior in 2004 zoekt de familie Hazes steun bij elkaar. Rachel, André en Roxanne lijken onafscheidelijk. Ik denk dat ik een hele gelukkige moeder ben. Nou, ik ben vanaf begin af aan altijd een moederskind geweest. Maar dat is denk ik, een zoon trekt gewoon naar een moeder en een dochter naar een vader. Dus ik heb eigenlijk mijn beste vriendin, die heb ik gelukkig nog naast me staan. Het ogenschijnlijk hechte trio valt 5 jaar later uiteen als André een relatie krijgt met de 16 jaar oudere Monique Westenberg. Rachel support de relatie niet en het contact is weg. Ik moet wel lachen, maar dat bedoel ik niet dat ik het grappig vind. Maar nee, ik heb niks gehoord. Dat vind ik helemaal niet grappig namelijk inderdaad. Nee, ik ook niet. ik ook niet. Dat dochter Roxanne dan achter haar moeder staat, heeft ook voor haar weer de nodige gevolgen. Ik was in Spanje en toen kreeg ik in één keer via mijn volgers te horen dat ik tante zou worden. Ik vond het vooral heel erg naar om dan te vernemen via mijn volgers, weet je. Ik had wel misschien wel fijner gevonden om dat even mijn broertje zelf dan te horen. Rachel raakt tijdens de breuk met zoon André aan de grond. Zo biecht ze afgelopen april op in die periode een zelfmoordpoging te hebben ondernomen. Ik heb een mooie afscheidsbrief geschreven. Jeetje. Ik heb weken van tevoren een mis gekocht. Ik wil daar heel graag naar boven. De mensen die boven zitten, daar waar ik onwijs veel van hou. Ja, je wilde naar André terug. Ja, bijvoorbeeld. En mijn moeder. Via Monique wordt André's ruzie met zijn moeder weer bijgelegd. Wat er ook is gebeurd. Maar je moeder is heilig, je hebt er eentje van. En ik heb haar altijd gemist. En zij mij ook. En dat is denk ik, dat hebben we altijd wel gevoeld. 3 jaar later worden ook broer en zus weer met elkaar herenigd. Ja, de afgelopen 4 jaar voelde wel als een gat in mijn hart. Ja, waarvan ik eigenlijk nooit echt heb beseft dat er echt zat. Tot het moment dat je elkaar weer ziet en spreekt en dat je denkt, fuck. Zo blij dat het er weer is. Roxanne en Rachel hebben dan al een tijdje geen contact meer met elkaar. De spanningen lopen nog verder op als Roxanne tegen haar moeder moet getuigen in een rechtszaak. Deze week escaleert het weer tussen alle drie als heel Nederland de uitspraken van Roxanne over Rachel hoort in Beste Zangers. Jeetje, als je dit overzicht ook ziet, joh. Ja, ik raak nog meer het spoor buizen. Want dan praat de een weer wel met de een en niet met de ander. En dan de ander weer niet met de een. En dit vernemen we dan weer via social media. Dat andere vernemen we weer. Ja, weet je, en als je op een rij ziet wat er allemaal zich heeft afgespeeld, dan denk ik, jeetje, dat die familie nou zelf niet naar rust verlangt. Weet je, het grappige is, we maakten deze reportage vandaag en dat er van iedereen heel veel boze quotes zijn. De enige die nooit echt boos is in ons archief is Roxanne zelf. Dus we waren eigenlijk wel nog meer verbaasd dat ze zich bij de Beste Zangers heeft laten verleiden tot het doen van een aantal quotes die natuurlijk die slecht zijn gevallen bij haar moeder. Mm-hmm. Toen had ik het er met William over dat die Beste Zangers, dat is natuurlijk een. Ik hoorde van de week iemand zeggen, weet je, waarom moet dat per se in Sevilla opgenomen worden of op Ibiza? Dat kan toch ook in een studio? Toen dacht ik, nou, jij hebt het dus helemaal niet begrepen. Want wat er gebeurt is, je hebt zoveel Beste Zangers, die stop je bij elkaar in een prachtig hotel. Die mogen met elkaar eten, ontbijten, lunchen, drinken, praten. Bonding. Bonding. Ja. En dat je voelt op een gegeven moment, voelt dat als je familie. Want, dat is ook de kracht van het programma, ja. Toch? Ja, daarom kijken mensen zo graag. En dan ga je zitten en dan stelt Jan Smit net die ene vraag. En dan vergeet je toch even dat nu wel de camera's lopen. En dan wordt het nog gemonteerd natuurlijk. En dan komen er dingen uit als inderdaad, ik heb me heel erg zo gevoeld. En misschien heeft het zich ook wel zo gevoeld. En is mijn versie van dit verhaal geldt helemaal niet. Nogmaals, ik vind het heel erg warrig en ik vind het ook heel vervelend dat er nu een soort van. Het lijkt net of je moet kiezen voor wie je bent of zo. Wij kennen ze allemaal. Ja, Wil en ik. Ja. En ik ben dol op Roxanne, ik ben dol op Dre. Maar ik heb eigenlijk ook nooit Rachel als een slechte moeder gezien.
Dus ja, als ik dit... Want het gaat nu even voor de mensen die het misschien niet helemaal mee hebben gekregen. Nu heeft Roxanne gezegd van de tijd dat mijn vader overleed... toen is mijn moeder in de periode dat ik er zo hard nodig had... is zij 9 maanden bij me weg geweest om een boek te schrijven. Ja. En dat dat haar heel erg getraumatiseerd heeft. En dat ze elke avond een soort van moest huilen van... waar is iedereen om me heen die ik nodig heb? Ja, en als ik dat zou horen van mijn dochter... dan zou ik wel onmiddellijk contact opnemen met haar... of laten nemen met haar. En dan niet achter mijn Instagram gaan zitten. Maar dat is weer een andere affaire. Maar, ja, precies. Maar dat is ook zo op het merk... dat het allemaal via Instagram en online gebeurt. Ja, ik vind het dat ook heel jammer. Want nogmaals, wij zaten er net over te praten... dat wij allemaal... Ik ken de familie niet van voordat André Hazes senior was overleden. Nee, toen kwam je niet echt bij ze in de buurt. Nee. Maar daarna hebben wij Rachel ook altijd wel als een goede moeder gezien. Ik weet natuurlijk niet hoe Rox dit allemaal heeft ervaren. Nogmaals, als het zo is. Want wij waren daar niet. Kijk, wij ontmoetten ze op verschillende plekken. En dan was het altijd superleuk. En ik moet zeggen, hun moeder was altijd hun grote held. In mijn ogen, wat ik altijd meemaak. Nou, dat zag je net ook wel in het filmpje. Dreetje trok wel iets meer naar zijn moeder toe dan Rox. Maar er was wel een hele warme band. Maar nogmaals... We zijn natuurlijk niet bij wat er thuis gebeurt, dus daar kunnen we helemaal niet over oordelen. Maar dachten jullie niet, toen dit bericht naar buiten kwam, daar gaan we weer? Dat had ik heel erg. Ja, tuurlijk. Want je weet, het is vooral jammer. Dit blijft nog wel weer even dooretteren. Ja. En waarschijnlijk komt er in de toekomst ook wel weer een verzoening. En dan gaat er weer iets anders fout. En alles, je zei het net al, wordt ook via social media uitgespeeld. Dus we zijn allemaal getuigen van wat daar gebeurt. Moeder Rachel die heeft weer online gereageerd op Roxanne. Zo van, ik kan me hier helemaal niet in vinden. Het is een soort rijke fantasie van een kind. Ze zet het eigenlijk op een bepaalde manier weg eigenlijk. Ze erkende het niet, het gevoel in ieder geval wat Roxanne uitte. En daarna heeft André dus gereageerd. Nog geen 38 minuten later stond André eronder... die eigenlijk een break heeft van social media vanwege zijn burn-out. Met mama, je bent altijd onze heldin geweest... en je hebt altijd als een leeuwin voor ons gevochten. Wat ook zo is. Want wij hadden het er nog over. Dat alles, dat boeken schrijven, de Hazes... dingen opnieuw uitbrengen, musicals, alles. Iedereen noemt haar een soort uitbuiter. Maar in principe heeft die naam Hazes echt wel te gelde gebracht. En echt die erfenis voor die twee kids wel gecreëerd eigenlijk. Want... Nou ja, laat me eerlijk zijn, het merk Hazes was tijdens het overlijden van André... er was niet zo heel veel meer van over. Ik denk, moeten we wel eerlijk zijn, dat zij heeft dat merk echt wel... weer terug in de markt gezet. Ja, eerlijk en daarmee hun carrières. Ja, ja. Moet ik ook wel weer eerlijk zeggen... dat ik het bloedstoer van Roxanne vind... is dat zij totaal een andere weg in is geslagen... Absoluut. En haar eigen ding is gaan doen. En wat ook heel succesvol is. Zeker. Maar goed, neemt niks weg. Weet je, wat we er ook van vinden... en iedereen heeft er een mening over. Ik vind het vooral heel jammer dat het zover is gekomen. Want het zijn drie verschrikkelijk lieve mensen... En je zou ze zo graag eens bij de oren willen trekken... in een ruimte willen zeggen... joh, scheld elkaar even allemaal verrot, geef elkaar een knuffel. Maar ik ben zo bang dat dat nu niet meer kan... na zo'n gebeurtenis als nu dus. Nou ja, en wat ik ook heel frappant vond... is dat na de post op Instagram van Rachel... gingen ineens alle exen van André ook hartjes onder haar post zetten. Zoals Bridget en Sarah. Maar de enige die er niet bij staat, is Monique... Nou, kan je je afvragen, is Monique Westerberg dan een ex? Nee, of niet? Maar ik denk persoonlijk dat de reactie van Dre... Ja, die zal niet echt lekker bij haar vallen. Nee. Dus ik denk dat van een reunie toch nog even geen sprake is... daar bij Monique en André. Maar we gaan zitten weer te speculeren over dingen waarvan ik denk... Pet, doe het nou niet! Het enige wat ik zo graag zou willen is... Jongens, er zijn twee kleinkinderen. Ja. Er zijn twee kinderen. Er is één moeder. Jullie hebben allemaal het beste met elkaar voor. En ik wil echt gewoon niet de heilige Maria hier gaan uithangen. Maar haal op hiermee. Hou hiermee op en zorg gewoon dat jullie in elk geval on speaking terms met elkaar komen. Ik weet niet wie en het gaat niet meer op social media zetten. En niet naar elkaar. Yes. Ja.